Goedemorgen, welkom bij Volkssterrenwacht Urania, welkom op deze livestream. Straks vertrekt er vanuit Nieuw-Zeeland aan boord van een elektronraket een Amerikaanse sonde, de Capstone. Capstone gaat de toekomstige baan van de Gateway verkennen of uitproberen. De Lunar Gateway, dat wordt in het kader van het nieuwe maanprogramma van de NASA, moet dat zo'n soort van mini-ruimtestation worden dat in een baan rond de maan rijdt. Een heel speciale baan, de Near Rectilinear Halo Orbit. En deze sonde gaat die baan een keer uitproberen. Maar wat is de bedoeling van de Gateway? Wel, de Gateway gaat dienen als een soort van tussenstation tussen het moment dus dat de astronauten van de aarde zijn opgestegen en naar de maan vliegen, zij gaan koppelen eerst aan die Lunar Gateway, waar ze dan overstappen in de maanlander, om dan met die maanlander naar het oppervlak af te dalen. En als ze hun maanwandeling gedaan hebben en van de maan terug opstijgen, gaan ze weer passeren via de Gateway om over te stappen in een Orion-capsule om zo terug naar huis te komen. Dat is de bedoeling van die Lunar Gateway, ook al zal waarschijnlijk bij de eerste maanlanding in het kader van Artemis-programma die Gateway nog niet gebruikt worden. We zullen wel zien, want dat is nog een aantal jaren in de toekomst. Maar goed, wat gaan we vandaag zien? Wel, we gaan kennis maken uiteraard met die Near Rectilinear Halo Orbit. We gaan kijken naar de raket die vandaag gebruikt wordt, dat is de Electron-raket van Rocket Lab. En we gaan uiteraard ook kennis maken met de Capstone zelf. En uiteraard niet vergeten, we gaan tijdig ook overschakelen naar Nieuw-Zeeland, naar de beelden, om dus de lancering live mee te maken. En als we even de slide mee in beeld brengen, dan zien we dat de weersvoorspellingen in elk geval van die aard waren, dat het licht duidelijk op groen staat. Dat wil nog niet zeggen dat we effectief gaan lanceren. Dit is al heel belangrijk. Maar er is ongeveer 18 minuten voor liftoff is er een go-no-go, waarbij dus de mission control, degene die de lanceercontrole in de gaten houden, dat die alles nog eens een keer afgaan. Dat wil nog altijd niet zeggen dat de lancering perfect gaat verlopen. Dan hebben we nog altijd 8 minuten dat er het een en het ander kan gebeuren, dat de lancering moet afgebroken worden. En zelfs als de laatste seconde de computers het overnemen en zij detecteren nog een probleempje, dan kan de lancering nog steeds afgeblazen worden. De lancering moet stipt op tijd doorgaan. Is er een klein probleempje, is er een hiccup, moet er om technische redenen iets gedaan worden wat de lancering een paar seconden zelfs maar doet uitstellen, dan kan de lancering niet doorgaan. Het is een instantaneous launch window, wat wil zeggen, moet onmiddellijk op de seconde lanceren of, zoals gezegd, gaat het niet door. Maar goed, wij hebben nog even de tijd en ik ga me een beetje haasten, want anders raak ik misschien niet helemaal klaar voordat de raket vertrokken is. Laat ons heel even kennis maken met die raket zelf. Dat is de Electron-raket van Rocket Lab. Rocket Lab is een van die kleine firma's die, net zoals SpaceX, meer dan 20 jaar geleden ondertussen, zeiden van, kom, wij gaan een kleine raket bouwen. Rocket Lab mikt op een ander segment dan SpaceX. SpaceX doet de grotere dingen. Rocket Lab gaat kleinere dingetjes in een lage aardbaan brengen. We kunnen dus even met die Electron-raket even wat naar statistieken kijken. En we zien dat we een eerste lancering hadden in 2017. Sindsdien zijn er 26 lanceringen geweest waarbij we een aantal mislukkingen hadden. Dat die eerste mislukt was, dat tot daar aan toe. Maar u ziet dat ze nog vrij recent ook nog een mislukte lancering gekend hebben. Maar laat ons maar aannemen dat alle zaken stilaan wel onder controle zijn. U ziet ook dat op die 26 lanceringen er liefst 146 satellieten ontplooid zijn. Dat betekent dat, ook al gaat het hier om een kleine raket, dat de satellieten die gelanceerd worden nog kleiner zijn dan bij de gewone satellieten, dat elke lancering meestal meer dan één satelliet je in een baan om de aarde brengt. Behalve vandaag. Vandaag gaat het maar om één sonde, de Capstone-sonde, maar die gaat dan ook niet in een lage aardbaan komen, die gaat richting maan gestuurd worden. Dus we hebben wel wat brandstof nodig. Ook al zijn er allerlei trucken uitgehaald om zo min mogelijk brandstof te gebruiken, maar daar gaan we het zelfs over hebben. Volgens de website is de Electron-raket in zijn gewichtsklasse de enige herbruikbare lanceerder.
dat mag je voorlopig met een korreltje zout nemen, want die herbruikbaarheid is nog steeds niet bewezen. Ook bij SpaceX en de Falcon 9 heeft dat een tijdje geduurd, maar u weet dat nu bij elke lancering die eerste trap mooi terug naar beneden komt, zij het op een platformpje in het midden van de zee, zij het op land zelf, afhankelijk van de omstandigheden. Bij Rocket Lab gaat die eerste trap ook naar beneden komen, maar hangend aan parachutes. En het is dan een helikopter die met een grote hak ergens tussen de parachutes en die eerste rakettrap het geheel uit de lucht moet vangen. Dat is één keer gebeurd bij de vorige lancering, als ik het goed voor heb. Maar daar waren plots onvoorziene bewegingen of trillingen of wat dan ook. En men heeft die laatste trap dan toch maar losgehakt en gewoon naar beneden in de zee laten vallen. Dus die eerste recovery poging is nog niet echt helemaal gelukt. Er zijn drie lanceerplatformen, twee in Nieuw-Zeeland en eentje in Amerika, maar die gaan we zo dadelijk wel eens een keer bekijken. Deze lancering heeft ook een aantal primeurs. Het is de allereerste keer dat we zo'n Electron-raket, dat die verder gaat dan de lage aardbaan. En met verder bedoelen we wel degelijk ook van de aarde weg. In dit geval richting maan. Om die sonde naar de maan te krijgen heb je een extra raketramp nodig, de upper stage of kick stage of whatever, er zijn verschillende mogelijke omschrijvingen voor, maar dat heeft de naam Lunar Photon gekregen. Die Lunar Photon maakt vandaag zijn eerste vlucht, is daartoe uitgerust met een motor, de Hypercurry, en dat is ook voor die motor de eerste keer dat die gebruikt gaat worden. En, maar daar gaat het allemaal om, Capstone wordt ook de eerste sonde in die NRHO, de Near Rectilinear Hele Orbit. En ik hoop dat u op het einde van deze uitzending dat ook allemaal van buiten kunt meezeggen. De Near Rectilinear Hele Orbit. Straks gaan we u ook uitleggen wat dat ding eigenlijk is. Twee lanceerplaatsen en vandaag vertrekken we vanuit Nieuw-Zeeland. En u ziet daar het kaartje. En u ziet dat we ook aan de oostkust van Nieuw-Zeeland een lanceercomplex hebben. Oostkust is omdat we ze lanceren en dankzij de rotatie van de aarde wordt die raket in oostelijke richting geslingerd over de oceaan, en als er dan stukken naar beneden vallen of bij ontploffingen en dergelijke, dan is er geen gevaar voor de inwoners van het land al daar. Uiteraard moet een gedeelte van de zee vrijgehouden worden, moet een deel van het luchtruim worden vrijgehouden. En de safety zone, zoals dat heet, die voor de scheepvaart, die is 2 uur voor de lancering al geactiveerd. Voor de luchtvaart, omdat het daar ook een beetje sneller gaat, is dat maar 1/2 uur voor de lancering. Dus dat is ongeveer nu dat er dus in bepaalde gebieden geen vliegtuigjes meer mogen zijn. Je ziet ook dat er op het Launch Complex 1 dat er een pad A en een pad B is. Als ik het goed voor heb, is tot nu toe enkel dat pad A gebruikt. En dat zal ook zo voor vandaag zijn. En ik denk dat de volgende lancering van een Electron-raket van op pad B gaat gebeuren. Er is ook in Amerika een lanceercomplex, maar dat is op dit moment nog steeds niet gebruikt. Dat is op Wallops Island, een paar uur rij van Washington. Als je daar ooit in de buurt bent, je kan dat eventueel bezoeken. De eerste lancering daar is nu voorzien voor december 2022. Dat had eerder moeten zijn. Eigenlijk had deze lancering van Capstone ook van op Wallops moeten gebeuren. Maar er is een probleem met het Autonomous Flight Termination Unit. Dat is een systeem dat de raket op zelfstandige basis moet gaan vernietigen op het moment dat er iets verkeerd loopt tijdens de lancering. En daar zijn problemen om de licentie voor te krijgen om dat operationeel te hebben. En dat sleept al een tijdje aan. Maar op dit moment voorziet men een lancering van op Wallops voor eind van dit jaar. Hoe ziet zo'n Electron-raket eruit? Wel, die ziet er een beetje zwart uit, want het is een koolstofcomposiet raket, zowel de eerste als de tweede trap. Daarbovenop krijg je dan nog de upper stage. In totaal hebben we een 18 meter lange raket, een diameter van 1,2, 13.000 kilo zwaar met de brandstof inbegrepen. En die brandstof is een klassieke combinatie, dat is de
RP-1, de rocket fuel, zoals we dat noemen, heel origineel, raketbrandstof en vloeibare zuurstof als verbrandingsmiddel. Wat is de raketbrandstof? Laat ons maar zeggen dat dit de diesel of de kerosine is die we in de auto's en de vliegtuigen gebruiken, maar dan voor de ruimtevaart. Deze raket maakt gebruik van, niet alleen is die raket door de mensen van Rocket Lab ontwikkeld, ook de motoren zijn door Rocket Lab ontwikkeld. Dat is de Rutherford motor en in de eerste trap vind je 9 exemplaren, in de tweede trap vind je maar 1 exemplaar. Specifiek of heel speciaal aan deze motor, en op dit moment is dat denk ik ook een uniek geval in het land der raketten, dat de turbopompen die de brandstof naar de verbrandingskamer stuwen, dat die aangedreven worden met behulp van elektriciteit, dus dat elektrische turbopompen zijn. En, maar dat zien we meer en meer in raketmotoren, dat deze motor zowat helemaal met een 3D-printer gebouwd wordt. Hier ziet u die onderkant van de eerste trap met zijn 9 Rutherford motoren en de man, de oprichter van Rocket Lab, het genie of de geldschieter en de combinatie van beide waarschijnlijk, Peter Beck, die trouwens op dit moment ook bezig is met een grotere versie te gaan bouwen, dat is dan naast de Electron wordt dat de Neutron Rocket, maar die daar gaan we vanavond of vandaag niet veel meer over vertellen. Ik zeg vanavond omdat het in Nieuw-Zeeland op dit moment al donker is. We gaan dus ook al is het hier zelfs nog geen middag, we gaan een nachtelijke lancering te zien krijgen. Goed, die upper stage, dat is de Electron Kickstage bij normale lancering. Dat is dat witte ding dat je daar op de foto ziet. Je ziet daar een grote satelliet bovenop de kickstage. En je ziet onder de satelliet een aantal openingen. Dat is waar men een aantal CubeSats kan uitschieten. Ofwel zijn dat 1 unit CubeSats of 2 unit, 3 unit CubeSats, afhankelijk van de situatie. Die Electron Kickstage, men heeft dus ook een straffere, dat is de Photon. En de Photon is eigenlijk een beetje bedoeld als een combinatie van Kickstage als upper stage en de mogelijkheid om dat ding eigenlijk ook als een satelliet of een ruimtesonde om te bouwen. Vandaag wordt het vooral gebruikt in het kader van de Capstone-missie als een upper stage. Die had een aantal keren gebruikt worden vooral we definitief richting maan vertrekken, maar dient ook als een satellietplatform. Bijvoorbeeld, er is een lancering voorzien in 2024 met een Falcon 9 raket van 2 Marssondes die gebaseerd zijn op het Photon-platform en dat is de Escapade. Zelf voorziet Rocket Lab een eigen Venussonde, gebaseerd wederom op die Photon. En dat is voor 2023 voorzien. Hier ziet u een foto van de Lunar Photon, die dus vandaag en zeker de volgende weken een belangrijke rol moet gaan spelen. Die Lunar Photon wordt aangedreven, zoals we gezegd hebben, door de Hyper Curry. De Curry zelf is een motor die op dit moment alleen gebruikt is door de Kickstage en de gewone Photon. De Hyper Curry wordt dus door de Lunar Photon gebruikt. Er zijn een aantal verschillen. De gewone Curry is een monopropellant motor. Dat wil zeggen dat er alleen maar brandstof in zit, maar dat die brandstof over een katalysator gejaagd wordt en dat we dus zo de uitgestoten gassen krijgen die het geheel in de tegenovergestelde richting gaan duwen. De Hyper Curry is een bipropellant. Dat wil zeggen dat we een brandstof hebben en een verbrandingsmiddel. En die twee zijn hypergolisch. Dat betekent als die twee samenkomen dat we spontaan een ontbranding krijgen. Bij gewone raketten zal je dat niet zien, daar heb je steeds een ontsteker nodig. Maar bij stuurraketjes, bij kleinere raketjes, bij sondes, bij satellieten, zie je dat hypergolische wel meer. En de Hyper Curry werkt ook met elektrische pompen. Je ziet dat de Curry dat niet is, we noemen dat dan pressure fed. Dat komt er eigenlijk op neer. Stel dat je een gaatje maakt in een ei, twee gaatjes maakt in een ei en je blaast er aan de ene kant op, dan wordt door de druk die jij uitoefent door er lucht in te blazen, het ei er langs de andere kant uitgeduwd. Wel, hier krijgen we ongeveer hetzelfde. Men gaat een gas spuiten in de brandstoftanks en door de druk die daar ontstaat, wordt de brandstof zo naar de verbrandingskamer gestuurd. Dat wordt wel meer gebruikt bij kleine raketmotoren. Bij grotere hebben we dus turbopompen en dat soort van zaken. Goed.
snel even kennis maken ook met Capstone. En Capstone betekent letterlijk sluitstuk. Een beetje raar voor de sonde die eigenlijk het startschot geeft voor het NASA Artemis programma. Het zou een beginstuk kunnen zijn, maar het is het sluitstuk letterlijk. Maar Capstone is vooral ook een afkorting. En een afkorting die ik wel dan niet van buiten ken, maar zoals je hier kan lezen, betekent Capstone Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment. Als u dat tegen het einde van de uitzending van buiten kent, dan bent u straffer als ik, al wil dat misschien niet veel zeggen. Maar goed, de Capstone zelf is een, ja, als ik even, ja, je ziet hem hier ook op de tekening, het gaat dus niet om het grote gedeelte onderaan, dat is die Lunar Photon. De Capstone zelf is het kleine stukje dat je daarop ziet, het is een 12 unit CubeSat. 12 unit CubeSat wil zeggen, een CubeSat is een kubusje van 10 cm op 10 cm op 10 cm. En door een combinatie van 12 van die CubeSatjes heb je dus een 12 unit CubeSat. Alleen is het een iets grotere dan dat, daarom ook de XL, omdat we er nog een aantal zaken extra aan voorzien hebben. Dat heeft onder andere met de aandrijving te maken en ook met een aantal radioapparatuur. En daar staat dus radio. En het zijn dus geen radiatoren. En radiatoren worden gebruikt voor koeling. Denk aan het ISS, dat zijn die grote witte op- en neergaande panelen die je daar hebt. Dat zijn radiatoren, maar hier spreekt men dus van een radiotoren. Gewicht slechts 25 kilo, om duidelijk te maken dat het hier om een vrij lichte satelliet gaat. Zoals gezegd, het is het begin, nou, het officiële begin van het Artemis-programma. En het is al vooral bedoeld om die speciale baan voor de Gateway te gaan uittesten. Snel enige fotootjes van de satelliet met opengevouwen zonnepanelen, dat zie je daar op de tekening. En zoals gezegd, het is de voorloper voor, of het uittesten van die baan voor de Lunar Gateway. De Lunar Gateway zie je hier, het mini-ruimtestation in een baan om de maan, in die near rectilinear hele orbit rond de maan. Je ziet hier ook, rechts vind je de Orion-capsule. Orion-capsule met de Europese service module. Dus ook Europa is hier vertegenwoordigd, wel meer vertegenwoordigd dan dat alleen. Want een aantal modules en onderdelen zijn ook, worden ook in Europa gebouwd, worden door Europa voorzien. Bedoeling is als die Orion-capsule met de astronauten koppelt aan de Gateway, dat ze dus overstappen in het Human Lander System. Dat is hier nog een tekening voordat men de keuze gemaakt heeft voor SpaceX. Anders had je daar in plaats van dat concept van Human Lander System, zoals men daar staat, had je daar misschien een Starship gezien. De eerste landing gaat wel normaal gezien zonder die Gateway doorgaan. Het is voor de latere landingen. Een eerste bemande landing trouwens, die we misschien maar eerst in 2026 gaan kunnen meemaken. Maar goed, doelstellingen, we hebben er al een aantal keren over gezegd, dat is het uittesten van de NRHO en vooral ook nagaan wat men allemaal moet doen om in die baan te blijven. Net zoals bijvoorbeeld James Webb Space Telescope zogezegd in een baan rond het tweede Lagrangepunt rijdt, moet James Webb Space Telescope die baan onderhouden. Ook dit is een baan in de kader van die Halo Orbits die de James Webb Space Telescope beschrijft, en ook die baan gaan we, die NRHO, gaan we dus ook actief moeten ondersteunen. Er is nog een doelstelling in verband met het demonstreren van een positiebepalingssysteem en vooral ook de sonde is een op commerciële basis ontwikkelde sonde. NASA krijgt in wezen alleen maar de gegevens die verzameld worden en ze gaan op die manier ook ervaring opdoen hoe het is om in, voor maanmissies met de commerciële industrie, met de New Space, zoals dat dan tegenwoordig noemt, om daarmee te gaan werken. En vooral ook heel belangrijk, of dat dit soort van satellietjes, kleine satellietjes, CubeSat-achtige dingen, dat die inderdaad gebruikt kunnen worden, een Beyond Leo, in een baan om de maan en in de toekomst ook naar Mars. Capstone, het eerste stukje, kun je splitsen dus op caps, alhoewel je misschien zou eerst splitsen op cap en dan stone, maar het is caps. En het eerste gedeelte van caps betekent die Cislunar Autonomous Positioning System en is een heel belangrijke doelstelling voor deze missie. Vergeet even de baan waarin we terechtkomen, maar
we gaan Capstone laten gebruik maken van een andere satelliet die rond de maan draait. Dat is de Lunar Reconnaissance Orbiter, die al ik weet niet hoe lang rond de maan draait. Nog steeds gedetailleerde foto's maakt. Maar laat ons even aannemen dat we de positie van beide zondes kennen. Die draaien dus rond de maan. En wat gaat er nu gebeuren terwijl dat die verder bewegen? Gaat Capstone een signaal sturen naar de LRO. Dat heeft een bepaalde tijd nodig om daar te geraken. Dat signaal wordt teruggestuurd, heeft een bepaalde tijd om terug te geraken. En op basis van de duurtijd dat het signaal onderweg is, kan men de afstand tussen die twee berekenen. En als men dat verschillende keren doet, kan men ook opmeten van hoe dat de ene zonde zich verplaatst ten opzichte van de andere. En kan men daar dus de onderlinge, de relatieve positie van de Capstone bepalen ten opzichte van LRAO. Dat betekent dat als dit lukt, als dit werkt, en er zijn al demonstraties uiteraard van geweest, maar als dit werkt, dan heb je geen grondstations nodig. Dat is heel belangrijk, want het Deep Space netwerk dat daar in principe zou voor gebruikt worden, is nu al overbevraagd. En als je bepaalde positiebepalingen kunt verschuiven naar iets dat rond de maan draait, dan ga je dat systeem, ga je dat Deep Space netwerk een beetje ontlasten. Je gaat uiteindelijk wel opnieuw via die antennes opnieuw een betere positie moeten bepalen, maar gedurende een bepaalde tijd zit je relatief goed en het is eerst maar op zeer specifieke momenten dat je die posities opnieuw gaat kalibreren, zal ik maar zeggen, helemaal opnieuw veel nauwkeuriger gaat vaststellen en van daaruit dan weer verder. Er zitten ook een aantal zaken in nieuwe technologieën, ook zoals de Chip Scale Atomic Clock, dat is een atoomklok ter grootte van een computerchip. En er zit ook nog een andere antenne bij voor het geval dat het allemaal niet werkt, dat ze toch via de grondstations, het Deep Space netwerk, hun positiebepalingen kunnen doen. Het propulsiesysteem ga ik niet te veel over zeggen. Het is ontwikkeld ook met behulp van NASA. NASA heeft allerlei technologieprogramma's om nieuwe technologieën die ze misschien ooit zouden kunnen gebruiken te gaan uittesten, om die te ontwikkelen vooral. En er zijn heel wat van die programma's op dit moment door NASA. SpaceX maakt daar ook gebruik van, alle grote ruimtevaartindustrieën maken daar gebruik van. Maar je hoort al meestal weinig of niks van. Capstone maakt gebruik van een monopropellant system, een systeem met 8 stuurraketjes. Een afgeleide versie van dat nanosatellite bipropellant propulsion systeem. Maar goed, iets minder belangrijk. Dit hier is veel interessanter en veel belangrijker. Het toont een beetje van wat die vlucht gaat inhouden. Je kan de vlucht van de zonde in 3 delen opsplitsen. Er is een gedeelte dat zich in de geburen van de aarde afspeelt. Dan is er een traject dat ons naar de maan gaat brengen. En dan is er de aankomst in die NRHO. Als je een beetje de nummertjes volgt, puntje 1 is uiteraard de lancering. En op een gegeven moment gaat de Photon en Capstone zich afscheiden van de raket. Dat gaan we vandaag allemaal meemaken, om dan in een lage aardbaan te komen. Dan zie je in puntje 4 staat er Orbit Raising Maneuvers. En je ziet dan telkens die ellips een beetje langgerekter worden. Het laagste punt blijft dicht bij de aarde. Het hoogste punt wordt telkens verlegd. Nu, dat manoeuvre wordt niet op het plaatsje van de 4 uitgevoerd, dat wordt op het plaatsje van de 5 uitgevoerd in het perigeum, in het punt het dichtste bij de aarde, omdat je dan een extra snelheid krijgt, waardoor je dus verder van de aarde komt, je komt terug en dan gaat het opnieuw ontsteken, je gaat nog wat verder van de aarde, je komt terug en je opnieuw ontsteken en gaat weer wat verder van de aarde. Je gaat dat langzaam opbouwen en steeds verder gaan. Men noemt dat ook het Ober-effect, want Hermann Oberth zou aangetoond hebben dat dit soort van manoeuvres, vele kleintjes, dat dat efficiënter is dan één groot manoeuvre, en dat hebben we natuurlijk nodig om brandstof te besparen. Op een gegeven moment moet het er dan toch van komen, dat is de laatste krachtinspanning, zal ik maar zeggen, van de foton, van de lunar foton, om dan voldoende snelheid te geven om helemaal van die aarde weg te geraken. We sturen dat ding niet naar een 400.000 kilometer. Je ziet dat we tot meer dan 1 miljoen kilometer van de aarde weggaan. En dat is een beetje raar, want je zegt, ja, maar de maan staat op 400.000 kilometer. Waarom sturen we dat bijna 3 keer verder? Wel, op dat punt zijn we aanbeland dat
de zwaartekracht van de aarde en de zwaartekracht van de maan zo minimaal is dat de zwaartekracht van de zon een heel belangrijke rol gaat spelen. En die zwaartekracht van de zon die gaat de baan van Kepler zodanig veranderen dat het perigeum niet meer daar dicht bij de aarde ligt, maar dat dat opschuift naar de maanbaan. Plus ook, we zijn gelanceerd in een bepaald baanvlak en door de zwaartekrachtwerking van de zon gaat die baan ook zodanig aangepast worden dat we in een ander baanvlak terechtkomen die het moet mogelijk maken om zo dadelijk, als we terug bij de maan aankomen, om in die NRHO terecht te komen. Dat speciale traject, dat noemt men een BLT, en misschien die ooit in Engeland of in Amerika geweest zijn, die kennen van een BLT sandwich met bacon, lettuce en tomato, maar BLT staat hier voor Ballistic Lunar Transfer. Je knalt hem gewoon weg met een snelheid weg, tot die 1.300.000 kilometer om dankzij de zwaartekracht van de zon bij de maan te komen. En dan zie je, als we daar dan aankomen, moet de raketmotor, de motoren van de Capstone zelf, ook één keer ontstoken worden om in die near rectilinear hele orbit te komen. En dat is, als je naar de rechtse van de twee tekeningen kijkt, je ziet daar heel wat blauwe ellipsachtige dingetjes over elkaar getekend staan, dat is die NRHO. En het is dankzij de zon, we hebben daar geen extra brandstof voor nodig, die ervoor zorgt dat we vanuit die BLT-baan in die NRHO uiteindelijk gaan kunnen terechtkomen. Nu, wat is die NRHO, zoals gezegd de near rectilinear halo orbit. Wel, een halobaan, dat kennen we een beetje. Denk even terug aan de James Webb Space Telescope. Oké, daar spreken we dan van het systeem zon, aarde en het tweede Lagrangepunt. Maar u weet dat James Webb Space Telescope in een halobaan rond dat tweede Lagrangepunt, als we dus hier het punt hebben, aan de tip van mijn vinger, dat is dan een baan die zo een beetje schuin staan. Als je dat vanuit de aarde bekijkt, dan beschrijven we als het ware een halo rond dat L2-punt. En aangezien dat de maan op deze lijn staat, beschrijf je ook een soort van halo rond de maan. Dat is die baan waarin James Webb Space Telescope is terechtgekomen. Maar als je een beetje met die parameters begint te gaan spelen, en dan gaan we over naar de volgende slide, dan zie je dus ja, die halobaan, als je naar de rechter tekening kijkt, dan heb je daar helemaal rechts van die rechtse tekening zo'n beetje een blauwe baan die zo staat, die rond dat L2-punt draait, dat is die halobaan, een beetje vergelijkbaar met de James Webb Space Telescope baan, maar dus nu in het aarde-maanstelsel. En als je dus wat met de parameters begint te spelen, dan zie je dat je die baan dichter en dichter bij de maan gaat komen. We verlaten dat L2-punt, maar we komen dichter en dichter bij de maan. En terwijl we dichter en dichter bij de maan komen, gaat de baan ook meer rechtop staan. Ze wordt ook smaller en je krijgt uiteindelijk op de rechtertekening, dat is de dikste rode min of meer langgerekte ellips die je daar ziet. In de linkse tekening is dat de witte baan, die zoals je kan zien met net boven de Noordpool vliegt, maar heel ver van de Zuidpool. Het is dus uit die klasse van speciale banen. Het is geen echte halobaan, maar een near rectilinear halo orbit. Waarom near rectilinear? Wel, als je dat dus van voor ziet, dan is die baan zo lang, zo smal, dat het als het ware een rechte lijn vormt. Die zie je hier nog eens een keer op een ander soort van tekeningetjes, maar een beetje gelijkaardig. Ze hebben daar ook nog de quasi-halo tussen gefoefeld. Maar dus op de linkse tekening de kleinste blauwe baantjes, dat zijn de halobanen. En zoals gezegd, je hebt dan een hele familie van banen. En de near rectilinear halo orbit, die komt dan volledig recht te staan. Dat zie je duidelijk in de middelste en de rechtse tekeningen van het aarde gezien. Zie je ook dat het gaat om een hele orbit, omdat hij nog steeds rond de maan draait. Waarom hebben ze die baan eruit gekozen? Want dat is geen simpele baan. Het is geen gewone baan zoals ten tijde van het Apollo-programma. Nee, het is... ik ga over dus er is een zekere, ik ben even de naam kwijt, maar goed, het komt erop neer dat je dus twee omlopen hebt van de maan en negen van de Capstone, hè, dus dat je dat verband hebt. Meestal
Dus je zit heel kort boven de Noordpool en heel lange tijd onder de Noordpool. En dat is daarom zo gekozen, omdat we in de toekomst een maanbasis, een bemande maanbasis, op die Zuidpool willen hebben. Omdat daar water in de altijd schaduwrijke gebieden van de kraters zal water zitten. En dat hebben we natuurlijk nodig als we op de maan willen blijven wonen. Als we die maanbasis op de Zuidpool hebben, ja, dat is heel moeilijk om te communiceren met de aarde, maar die gateway die dus in die baan draait, zit dus meestal onder de Zuidpool, heeft dus heel lange tijd contact met die maanbasis. En de, wat willen van de halobaan, we hebben daar continu contact tussen de aarde en de gateway, en van de gateway naar de maanbasis, dus op die manier krijgen we dus ook altijd contact. Het heeft ook zijn voordelen voor af te dalen naar het maanoppervlak. We vertrekken als we dicht genoeg bij de maan zijn en dan kunnen we zonder al te veel extra energie gaan landen op de maan. Het is eigenlijk een beetje, er zijn heel wat andere banen en het is een beetje de best of both worlds dat men hier gebruikt om er weer voor te zorgen dat je zo min mogelijk brandstof nodig hebt om die baan ook te onderhouden. Om op de maan te gaan landen en dat soort van zaken. Ik zie dat het hoge tijd wordt dat we gaan, want het is T-minus 8 minutes, dat we gaan overschakelen naar de livebeelden van NASA. En dan, de regie heeft mij even in beeld genomen, dat u in de achtergrond niet ziet hoe ik hier nu zit te klooien om NASA TV actief te krijgen. Voilà. Dat zou nu moeten gebeurd zijn. En dat u niet veel te horen of niet veel te zien krijgt, is zoals gezegd logisch. Op dit moment is het in Nieuw-Zeeland nacht. Het is in hoofdzaak, zoals daar straks gezegd, met dat koolstofcomposiet, een zwarte raket, maar door het laden van de vloeibare zuurstof, wat zeer koud is, krijgen we dus rond dat zwarte lichaam, de tank waar dat die vloeibare zuurstof zit, daar zit dus ijsvorming op en die kleurt daardoor helemaal wit. U krijgt een paar mooie luchtbeelden ook van de lanceerbasis. Dit is denk ik qua ligging een van de meest indrukwekkende lanceerbasissen. Including its propellant tanks, which is what gives Electron. Alles gaat dus nog steeds goed. The rocket is powered by 10 Rutherford engines, 9 at the bottom of the first stage and a 10th space-optimized engine to power the second stage to orbit. De go no go is ondertussen al gebeurd en heeft het licht op groen gezet. Dat betekent inderdaad dat men daar nog steeds tijd heeft voor wat publiciteitsfilmpjes. Over het maken van die elektronraket. En ze zijn nu bezig met de neuskegel en die upper stage. A spacecraft bus to support small satellite missions even beyond Earth orbit. It's to this structure that the capstone satellite is attached. Van de foton en de lunar foton. Een van de belangrijkste verschillen is vooral dat die lunar foton wat meer brandstof aan boord heeft dan de gewone foton. Je ziet daar de letters NASA op staan op het zwarte gedeelte, dat is waar dat de RP-1 zit. De rocket fuel, die moet helemaal niet zo koud gehouden worden. Het witte gedeelte is de tank met de vloeibare zuurstof. Moet zeer gekoeld worden, vandaar die ijsafzetting. En dan heb je een soort van interstage en dan de tweede trap waar je het gelijkaardige fenomeen ziet, een zwart segment en een wit segment en dan de neuskegel die een beetje in het donker blijft bij deze beelden. Nog minder dan 5 minuten.
Around 9 minutes after liftoff, Electron's second stage will separate from Photon, placing the spacecraft bus and its capstone payload into an initial low Earth orbit of just 165 kilometers. Countdown lanceerschema heb ik niet veel details gevonden. We weten alleen dat 2 minuten voor liftoff de launch autosequence begint. Dat betekent dus dat de computers het overnemen en dat de laatste 2 minuten volledig onder controle van de computers gebeuren. De Rutherford-motoren, de 9 motoren onderaan de eerste trap, die gaan ontstoken worden 2 seconden voor liftoff. Commanding the spacecraft to fire its thrusters to adjust its course accordingly. Je ziet daar ook in het grijze en een beetje achteroverleunend zo'n grote arm of een grote constructie staan met 2 armpjes. Daarmee is de raket eerder rechtgezet. Dat gebeurt ongeveer 4 uur voor de lancering. Those are because of the super cold liquid oxygen propellant on the inside of the rocket. Je ziet ook dat er nog allerlei kabels zijn die de raket verbinden met het lanceercomplex. Dat is enerzijds voor de bovenste trap ook wat bij te tanken. En gezien dat de vloeibare zuurstof zo koud is, dat die al vrij snel begint te verdampen als je niets doet. Dan krijg je een overdruk in die tank en dan gaan we uiteindelijk tot een ontploffing komen, wat niet de bedoeling is. Vandaar dat er dus kleppen zijn die die druk die ontstaat, het gasvormige zuurstof, weglaten uit de tanks. Dan zie je dus, lijkt alsof dat die raket staat te stomen. En dat is gewoon die verdampte vloeibare zuurstof die zijn weg naar buiten zoekt. Mission data and animations, so you can keep up with the launch progress throughout the ascent. And now we are coming up to a critical juncture in the lead up to launch the switch to the countdown bijgetankt om de juiste hoeveelheid vloeibare zuurstof in de tanks te hebben. Normaal wordt dat dan enkele seconden voor de lancering, worden al die verbindingen gebroken. Wanneer dat juist gebeurt, dat staat niet, of stond niet in de persmap. So, followed by that will be the iconic final countdown to liftoff at T-minus 10 seconds and engine ignition at T-minus 3 seconds. 2 minuten. We'll hand over now to mission control and listen into those calls to launch. Launch vehicle is fully on internal power. Internal power, dat betekent dat er geen stroom meer komt van het lanceerplatform zelf, dat het op zijn eigen batterij nu aan het werken is. Lock slope complete. Lock system in recirculation. Ook het laden van de vloeibare zuurstof is nu stopgezet. Zo dadelijk gaan we 1 minuut voor liftoff. All helium anti-gassing disabled. Ik hoop dat we zelfs een zicht wat dichterbij krijgen, want hier is op dit moment niet echt veel op te zien. Dat is allemaal beter zicht. High flow engine purge enabled. Ik zal even aan de regie vragen om mij nu volledig uit beeld te zetten, dat we enkel maar de beelden zien. U blijft mij uiteraard wel horen. Wat een tower geactiveerd. T-minus 20 seconds. Nog 15 seconden. 10, 9, 8. En ik kan even 7, zwijgen. 6, 5. 4, 3, 2, 1.
hebt heel mooi gezien hoe dat moment dat de motoren ontstoken werden, het ijs dat zich aan de buitenkant had gevormd, er ook wordt afgeschud of werd afgeschud. Maar dat de lancering ogenschijnlijk goed aan het verlopen is, de raket is zonder problemen vertrokken, dat is op zich al een hele opluchting. Het was zoals men dat noemt een instantaneous launch window, dat betekent, zoals ik daar straks gezegd heb, je moet op de seconde vertrekken. Elk uitstel was in deze context te zeggen fataal geweest, dat betekent dat de lancering had uitgesteld geweest. Maar alles liep perfect. Al dus de computers en we gaan rustig verder. De eerste trap blijft werken tot 2 minuten 41 seconden na de lancering. Minutes and an Electron is in the air and onward to the moon for the capstone mission. That rocket is soaring through this nighttime sky, now past 14 kilometers in altitude in these past few moments. Now things look to be continuing nominally, which means that shortly. U krijgt nu een aantal dingen bij in beeld. Ten eerste rechtsonder hoe lang dat de vlucht al duurt. Dus we zijn al anderhalf minuut ver in de vlucht. U ziet in de twee cirkeltjes daar de snelheid, die loopt gelukkig op, want we moeten hier steeds sneller en sneller gaan. En uiteraard ook de hoogte die steeds stijgt. Helemaal links in die verticale kolom zie je de verschillende stappen. We hebben dus liftoff uiteraard gehad, dan max Q, dat betekent door het feit dat de raket steeds sneller gaat. En door de dikte van de damkring dat we op een gegeven moment door die combinatie een zeer grote dynamische druk krijgen op de raket en meestal gaat men daar een beetje trager of minder snel versnellen om die dynamische druk ook niet te erg te laten worden. Eén keer men door dat gebied is, worden de motoren terug wat verder opengedraaid, gaan we dus terug wat sneller proberen te vliegen. Staging, het moment dat de eerste trap wordt afgegooid, dit zijn geen beelden vanuit de raket, maar door het donkere zal men dat wellicht niet in beeld hebben kunnen brengen. En we krijgen dus de animatie te zien. Je hebt misschien ook heel even de term MECO gehoord. MECO staat voor Main Engine Cut-Off. Dan gaan de twee trappen van elkaar scheiden. Ook dat hebben we in de animatie gezien. En zal de tweede trap zich ontsteken. Ook dat hebben we gezien. 3 minuten 18, en dat zal dan zo dadelijk in de animatie ook wel blijken, wordt de neuskegel afgegooid. Voilà, het was iets vroeger dan dat ze in de persmap hadden staan. Waarom hebben we die meer nodig? Wel, we zijn zo hoog in de damkring dat de lucht eil genoeg is dat die neuskegel totaal geen zin meer heeft om de nuttige lading te beschermen. Dus we gooien die eraf en dan zijn we ook dat gewicht kwijt, waardoor we een beetje extra winnen. We have successfully cleared the pad at Launch Complex 1 just a few moments ago and we are now well on our way to space, having completed that. Die tweede trap die blijft nog een hele tijd werken. Tot 9 minuten na liftoff, dus dat is nog een hele tijd. Dus je ziet duidelijk dat het eerste gedeelte van de vlucht, waar de zwaartekracht het grootst is, waar de damkring het dichtste is, dat er het meeste arbeid moet geleverd worden, dat je dus die grote eerste trap, die gaat niet zo lang werken al bij al. Het was na een goede kleine 2,5 of een goede 2,5 minuut, was dat al uitgewerkt, was die brandstof op. En nu zitten we met die veel kleinere tweede trap met slechts één motor al zodanig hoog dat die rustig de nuttige lading verder, hoger en vooral sneller de richting ruimte kan sturen. En dat ziet u daar steeds in de twee tellertjes linksonder. En we zijn 11.000 km per uur en een 165 km hoog. And that moment is coming up shortly. We will hopefully hear that on mission control comms. Na 6 minuten, en daar waren ze in de achtergrond over bezig, de
ook uniek voor deze raket, dat men in die tweede trap, zoals gezegd, de turbopompen zijn elektrisch aangedreven, en men gaat nu twee lege batterijen gewoon weggooien. En heeft gelukkig nog een derde batterij die dan het werk zal verder zetten. Maar die twee lege batterijen, en batterijen zijn een zwaar gewicht, gaat men die dus gewoon losgooien, weggooien, zodanig dat je dat, tussen aanhalingstekens, leeg gewicht niet verder moet meesleuren. Daar gaan we dus ook geen beelden van zien, maar in de animatie zal men dat wel duidelijk maken. Na 6 minuten 36 seconden volgens mijn informatie. So we're at 45% and counting, sitting at a nice and warm 8 degrees in temperature. And that is very warm compared to the liquid oxygen temperature, our other propellant. So that is sitting at a nice and chilly minus 178 degrees with 40% or so propellant left. Hot swap. De hot swap komt eraan. Batterijen weg en een andere batterij moet het overnemen. And there we have the call that battery hot swap on the second stage was successful. Now next we should expect to hear one of our operators in mission control call out that Electron is orbital, indicating that the rocket is in the right place ahead of stage separation. So SECO, the acronym for second engine cutoff, and the subsequent stage separation follow relatively the same procedure as main engine cutoff, where the Rutherford engine on the second stage will shut off ahead of the final separation of the vehicle between the second stage and the Photon Luna upper stage. There will be a bit of a gap between that final separation and the first hypercurie burn, as this stage separation places the Photon Luna upper stage in an elliptical orbit of Earth first. Now, a reminder that 165 low Earth orbit is just the first orbital phase for this capstone mission, with Photon and Capstone's orbit continuously raised higher and higher over the next few days with a series of engine burns on the upper stage. I'll go into more detail about Photon's phasing orbits and Capstone's path to the moon shortly once Electron has completed SECO and stage separation. Let's listen into mission control comms. Okay, ze heeft gewoon even het scenario van de volgende minuten uitgelegd, dus nog steeds de tweede trap aan het werken. En op een gegeven moment, dat zou na 9 minuten ongeveer moeten zijn, krijgen we second stage engine cutoff, de SECO. Op dat moment zouden we ook de scheiding moeten krijgen tussen de tweede trap en de Photon-Capstone combinatie. En dan een minuutje later zou de Photon, de Hypercurie, die motor, het moeten overnemen. Om het geheel in de juiste baan te brengen. At altitude of this mission, we are traveling at more than 23,000 kilometers an hour. And while on the right you can see the altitude is at 175 kilometers, what goes up must come down, and we will lower ourselves into that 165 kilometer parking orbit very soon. We naderen de 9 minuten grens, voilà. Second stage engine cutoff. SECO confirmed. En de afscheiding van de Lunar Photon en Capstone. So with the Rutherford engine cooling down, that tells us that second engine cutoff was successful on Electron's second stage. And the Photon Luna upper stage has now departed into its low Earth orbit with the moon-bound Capstone spacecraft on board. Now, as a reminder from here, Photon is in charge of the mission. With its relightable hypercurie engine, Photon will begin maneuvering into a parking orbit just above substantial atmospheric drag, but below the Van Allen radiation belts. It is the perfect stable platform from which to prepare for lunar departure. Now, once Photon is in the correct orbital alignment, the hypercurie engine will ignite again, performing a burn to lift the highest point of Photon's orbit, the apogee. Now, as it gains altitude and also loses velocity, and so what goes up comes back down as Earth's gravity pulls it back towards the planet.
When it reaches the lowest point, or perigee, once again, Photon's hypercurie engine ignites to increase velocity and raise its apogee higher. Dus geen manier die allemaal aan het uitleggen is, dat is hetgeen we daar straks ook gezegd hebben. Dus we brengen eerst de combinatie, de Lunar Photon en de Capstone in een baan om de aarde, een lage baan. Hoog genoeg boven de atmosfeer en laag genoeg om dus geen last, om enerzijds geen last te hebben van de wrijving en anderzijds niet door de stralingsgordels van de aarde te komen. Dus men kan, heeft dan rustig de tijd om na te gaan of dat alle systemen werken zoals ze moeten werken. En dan op een gegeven moment, wat het perigeum van de baan gaat worden, het laagste punt van de baan gaat worden, gaat men de motor ontsteken om dat verste punt, het apogeum, wat verder te leggen. Als die ontsteking gebeurd is, gaat men uiteraard bepalen of alles volgens wens verlopen is. En gaat men wachten tot, al dan niet het eerstvolgende, ik weet niet hoeveel banen ze gaan doen, dat hangt er allemaal een beetje vanaf van de tijd die ze nodig hebben om alles te checken. Maar dan gaan ze dus de motor een tweede keer ontsteken en later een derde keer, een vierde keer en zo verder. Om dan na 6 dagen ongeveer de snelheid van de sonde zodanig op te drijven. De snelheid zou volgens mijn informatie 39.000 km per uur worden, waardoor men in die BLT terechtkomt, de Ballistic Lunar Transfer baan. Zoals gezegd moet die de sonde zo ver van de aarde en de maan gaan brengen, dat de zwaartekracht van de zon zijn werk kan doen. Waardoor het perigeum, het laagste punt van de baan, een stukje hoger komt te liggen. Rond de 400.000 kilometer zijn de maanbaan. Het baanvlak wordt ook zodanig veranderd dat als we bij de maan aankomen, we in een ideale positie zitten om over te gaan in die nier-rectilineair halo orbit. Op de achtergrond. En dan zie je duidelijk dat de commentator gewoon in Amerika gebleven is, dat hij dus niet naar Nieuw-Zeeland is afgereisd, want je zit hier gewoon op het Kennedy Space Center, Launch Complex 39B, waar de SLS nog steeds op het platform staat. SLS is de raket die in de toekomst de astronauten naar de maan moet brengen. En ik ga hier heel even de... Oké, ik ga heel even overschakelen van de NASA-stream naar onze presentatie even terug. Dus ik ga hier dat geluid even stilzetten en ik kom hier zo. We gaan even verder. Voilà. We gaan eens even kijken. En je heeft daarnet de SLS gezien gehad. En SLS is een van de volgende livestreams die op de planning staan. De raket, zoals u gezien hebt, stond nog op het lanceerplatform. Die gaat een deze terug naar het Vehicle Assembly Building gereden worden. Men gaat dan een aantal sensoren verwijderen die nodig waren voor die wet dress rehearsal. Wat was de wet dress rehearsal? Wel, dress rehearsal is een algemene repetitie. En wet wil gewoon zeggen dat ze effectief de hele countdown gedaan hebben, waarbij de brandstoftanks met vloeibare zuurstof, vloeibare waterstof gevuld werden. En men telt dan verder af tot een aantal seconden voor liftoff en dan legt men de boel stil. Die algemene repetitie is min of meer volgens plan verlopen. Oké, het was alweer de vierde poging, maar het is min of meer volgens plan verlopen. En NASA heeft inderdaad gezegd dat op dit moment men er alles gaat aan doen om een lancering eind augustus, begin september te doen. Dan gaan we die SLS voor het eerst zien vertrekken. De SLS is een beetje de moderne Saturnus 5 raket. De Saturnus 5 die Apollo naar de maan stuurde. Dat moet SLS gaan doen met de Orion capsule. En we gaan eind augustus, begin september dus die raket zien vertrekken. Zij dat het een onbemande lancering is, dat die Orion capsule zonder astronauten naar de maan gestuurd gaat worden, erin een grote boog een keer gaat ronddraaien. Distant retrograde orbit noemt men dat. We gaan daar tegen die tijd wel wat meer over vertellen. En dan komt de capsule terug en moet die een landing uitvoeren. Als dat allemaal goed gaat, dan zal het nog een tweetal jaren duren, maar dan gaan we een eerste bemande lancering krijgen.
En de derde vlucht zou dan de maanlanding moeten zijn. Dus dan zitten we alweer heel wat jaren verder. Maar het belangrijkste op dit moment is die eerste onbemande lancering eind augustus, begin september. En dat zal normaal gezien bij daglicht gebeuren in Amerika. En dat zijn lanceringen die men meestal probeert te doen tijdens de ochtenduren. En aangezien wij hier 6 uur later zitten, dan hebben wij hier een late namiddag, een vroege avond om die lancering voor u te livestreamen. En die kans gaan we uiteraard niet laten liggen. Maar er is meer. Deze zomer zien we misschien ook de lancering, de eerste orbitale lancering van een Starship. Starship is de tweede trap. Soms gebruikt men die naam ook voor de volledige combinatie, maar de eerste trap is de Super Heavy. Dat ding heeft nog nooit gevlogen, is nog nooit gelanceerd geweest. En daarbovenop krijgen we dan het Starship als tweede trap, hetgeen in een baan om de aarde moet komen. U weet dat we al een aantal van die Starship-lanceringen gezien hebben, zonder de Super Heavy dan. Dat ding kan niet op eigen kracht in de ruimte geraken. Nu, het heeft een hele tijd stilgelegen, omdat men een nieuwe milieuvergunning nodig had. Die heeft men uiteindelijk gekregen, mits enig uitstel. En er zijn ook nog 75 werkpunten. Allemaal dingen die SpaceX nog in orde moet brengen vooraleer dat ze waarschijnlijk die lanceerlicentie gaan krijgen om een eerste orbitale testlancering te gaan doen. Men is ondertussen de voorbereidingen al aan het treffen. Booster 7 is gewoon de Super Heavy, het 7e exemplaar dat men gebouwd heeft. Die werd onlangs op de Orbital Launch Table geplaatst met die twee, wat ze dan weer noemen, de chopsticks, werd dat gewoon opgeheft en zo op het lanceerplatform geplaatst. Onderaan die Booster 7 zitten de Raptor motoren en er is een nieuwe versie van ontwikkeld tussentijds, dat is de Raptor 2. En daar zijn er, als ik de tel niet kwijt ben, 33 motoren onderaan. En we zijn nu in bange afwachting van een static fire waarbij men al dan niet allemaal tegelijkertijd, dat zullen we wel afwachten, dat ding eens een keer gaan uittesten. Dat gaat dan een spektakel op zich zijn. En wordt het juli, er zijn er anderen die zeggen dat het eerder augustus zal zijn en misschien wordt het ook maar eerst september, we zullen wel zien. Maar we kijken uiteraard uit naar die eerste lancering en met een hopelijk ook een livestream die we daaraan kunnen wijden. Iets dichterbij is 12 juli. Want we hebben hem een aantal keren vermeld omwille van zijn baan. We hebben daar de James Webb Space Telescope. En de calibratie van de verschillende instrumenten is zo goed als afgerond. En op 12 juli gaan de eerste beelden, laten we maar zeggen de showobjecten, de eerste beelden van de telescoop, de eerste foto's van de telescoop, publiek gemaakt worden. Wij voorzien die vroege avond ook een livestream. We gaan gewoon de uitzending overnemen van NASA en ESA. We gaan kijken naar gelang dat de foto's één voor één getoond worden. We zullen misschien al er iets over kunnen zeggen, maar we gaan op dat moment evenveel weten dan u. En de sterrenwacht zal dan normaal gezien, dat moeten we allemaal nog wel even bekijken, normaal gezien open zijn. En dan kunnen we daarachter ook nog verder over die foto's praten terwijl de informatie binnenkomt. Daarover dus later meer. Het najaar, dan zijn er een eerste reeks wetenschappelijke opnames achter de rug, de eerste wetenschappelijke observaties, en ook die gaan vrijgegeven worden. En wij hebben ons met de Volksterwacht opgegeven om rond die release ook een event te organiseren. Dat laat ons toe dat we deze keer wel de beelden en de informatie iets vroeger krijgen dan al de rest. En op die manier gaan we u iets beter kunnen informeren tijdens een livestream die we dan uiteraard ook gaan voorzien. En ik kan wederom, dat is toch de bedoeling, ook weer naar de sterrenwacht komen, maar daarover later nog meer. En uiteraard is er nog steeds die fantastische ruimtevaartexpo in Antwerpen, Space the Human Quest, die verlengd is tot half oktober. En waar de Volkssterrenwacht de volgende zomermaanden, juli en augustus, met een aantal zaken gaat meewerken. U moet onze website en de website van de expo space.be zelf maar in de gaten houden voor de verschillende evenementen.
een event dat we daar gaan meehelpen organiseren. Zo, dan rest er mij nog alleen een heleboel mensen te bedanken, de collega's Mattie en Mark die hier aan de voorbereiding hebben meegeholpen, maar vooral Mark, dat is een andere Mark dan, die voor de muziek gezorgd heeft, de mensen die regelmatig naar onze livestreams kijken, die kennen de muziek ondertussen al wel. De regie was vandaag in handen van Patrick, ook hij bedankt, de presentatie was weer van mijnentwege. En op deze manier kunnen, want ik zie ook dat NASA TV ondertussen met zijn uitzending gestopt is, we kunnen voorlopig concluderen dat het Artemis-programma onder een goed gesternte begonnen is, dat we een sonde in een baan om de aarde hebben gebracht. Het duurt nog wel een paar maanden vooraleer dat we effectief bij de maan zijn aangekomen. We gaan daar ongetwijfeld dan nog wel eens een keer de ruimtevaartbabbel aan wijden. We gaan u ongetwijfeld op de volgste houden de volgende maanden langs allerlei manieren die voor ons mogelijk zijn. Kijk er mee uit naar die ongetwijfeld spannende lancering van het Space Launch System van het Starship. En ik zou zeggen, gezien het 12 uur al een tijdje gepasseerd is, mijn maag begint een beetje te knorren, begint een beetje hongerig te worden. Ik neem aan dat u misschien al aan het eten bent. Hoe dan ook, allemaal nog een goede zomerse dag. Smakelijk eten en we zien elkaar hopelijk een volgende keer weer. Dag.